Hi allemaal, welkom in weer een nieuwe video. Nou, we zitten een beetje in die tijd van het jaar dat we bijna gaan beginnen aan alle adventskalenders. En wij zijn er persoonlijk echt wel dol op. Mm-hmm. We zijn nu super veel op de markt, maar het leek ons ook wel heel erg leuk om er zelf eentje te maken. Dus in deze video delen wij een DIY met wel een beetje een specifiek thema. Het wordt dus een kalender met wat cadeautjes erin, maar ook wat opdrachtjes. Mm-hmm. Om eigenlijk ervoor te zorgen dat jij elke dag voor de kerst een me-time momentje hebt. En hij staat dus gewoon in het teken van lekker ontspannen, tijd voor jezelf nemen. Want het is gewoon wel heel erg belangrijk om in deze tijd van het jaar, wanneer het dus extra druk is, ook aan jezelf te denken. Zeker als ik kijk naar Larissa en ik vorig jaar zaten we ook een beetje in een dipje. Nou, wat ook handig om te weten is dat deze adventskalender DIY heel erg budgetproof is. Want je kan hem dus zelf gaan invullen met zoveel cadeautjes. Of minder cadeautjes als je zelf wilt. Ja, dus ik zou zeggen, kijk lekker mee. Dit is gewoon een voorbeeldje. En ik ben heel erg benieuwd wat jij van dit idee vindt. Want deze kalender is misschien heel erg leuk om voor jezelf te maken. Maar ook wel heel erg leuk om aan een ander te geven eventueel. Dus laten we beginnen. Oké, we zijn begonnen met het maken van een lijst met de dingen die we in de kalender willen verwerken. Dus hier hebben we allemaal ideetjes opgeschreven. En die gaan we nu een beetje mixen en matchen. En dan een beetje kijken naar de datum en de dag. Omdat het dus wel gaat om ook opdrachtjes. Houden we er een beetje rekening mee. Dat de opdrachten die iets meer tijd in beslag nemen. Dat we die op de zondag plannen bijvoorbeeld. Nou, dit is zo'n beetje alles wat je nodig hebt. We hebben hier dus de hele lijst met alles wat in de adventskalender moet komen te zitten. Dan heb ik hier inpakpapier, schaarstiften, plakband en zo. Om de boel in te pakken. En dit zijn enkele van de producten die we erin gaan verwerken. Maar we gaan nu ook even op de computer nog een aantal dingetjes uittypen. Wat uitleg en wat opdrachtjes. Voor 1 december hebben wij Palo Santo. Dit is heilig hout en hiermee kan je negatieve energie uit de ruimte wegkrijgen. En de opdracht voor vandaag is om deze te branden en tegelijkertijd een yoga oefening te volgen. En we hebben hier onze favorieten getipt. Dit allereerste cadeautje ga ik in dit bruine zakje stoppen. En daar schrijf ik natuurlijk het cijfer 1 op van 1 december. En dan hebben we de eerste alweer klaar. Terwijl Larissa daarmee bezig is, laat ik jullie alvast zien wat er in het volgende pakketje zit voor 2 december. En dat is deze super lekkere shower oil met als opdracht om even de tijd te nemen voor een heerlijke douche met deze fijne douchegel. Deze gaat hierin. Larissa is al bijna klaar met de eerste. Tadaa! Voor nummer 3 hebben we een zakje met lekkere losse thee en daarbij de opdracht om een kop thee te zetten en de komende 30 minuten niet op je telefoon of computer of iPad te zitten, zodat je even lekker kan ontspannen. Voor nummer 4 oordopjes met daarbij de opdracht om lekker comfortabel te gaan zitten luisteren naar een podcast. Het liefst nog even met je ogen dicht. Voor 5 december hebben we lekkere cozy sokken, want daarmee kan je lekker je voeten warm houden en comfortabel eventjes ontspannen op de bank of op je stoel of waar dan ook. Het liefst weer zonder telefoon in je hand, zodat je echt eventjes tijd neemt voor jezelf. Nummer 6 is de dankbaarheidsopdracht, waarbij je dus 5 dingetjes moet opschrijven waar jij dankbaar op bent. Voor 7 december hebben we een heerlijk haarmasker waarmee je lekker even je haren kunt verwennen. Nummer 8 is weer meer een opdracht, dus daarbij krijg je wat washi tape en een hele lekkere schrijvende pen. Het idee is dat je dan een beetje gaat bullet journalen, eigenlijk de week gaat plannen. En deze opdracht is voor op de zondag. Dus daar heb je lekker de tijd voor. En kun je lekker creatief aan de slag gaan. En dan ga je ook nog eens voorbereid de week in. Voor maandag 9 december hebben we hier lekkere soysands. Onze moeder maakt zelf soysands thuis met echt heerlijke geuren. We zetten eventjes een linkje in de beschrijving waar je deze kunt bestellen bij haar. En hiermee kan je een lekkere geur in je interieur of in je kamer brengen. En dat is lekker om de week mee te beginnen. Voor nummer 10 hebben wij een super lekkere hand lotion. En ook nog meteen de opdracht om jezelf een uitgebreid handmassage te geven. Voor 11 december hebben we hier een vaccinelichtje en daarbij de opdracht om deze aan te steken en deze tijd eventjes te nemen om te mediteren. Voor 12 december hebben wij een setje van 3 kerstkaarten met de opdracht om even lekker die kerstkaarten in te vullen en te versturen. Maar dat je natuurlijk wel meer erin zet dan alleen maar fijne feestdagen. Dus wees creatief. Voor vrijdag de 13e hebben we een hele leuke opdracht, namelijk de stralende opdracht. En hierbij
vragen wij om eventjes na te gaan denken over wat leuke momentjes zijn wanneer je echt even moest lachen, glimlachen. Waar weet je blij van? Waar moest je van stralen? En dat kunnen zowel grote als kleine momentjes zijn. Dus dat is heel erg leuk om die nog eventjes op te noemen voor jezelf en daar nog eventjes aan terug te denken. Nou, halverwege de maand vonden wij het wel tijd voor een kerstsong, afspeellijst, kerstmix. Dat je echt even een momentje neemt om al je favoriete kerstnummers te bundelen. En gewoon echt even helemaal in de Christmas spirit te komen. Helemaal los te gaan. Ja, er zal best wel wat tijd in zitten. En het is natuurlijk ook gewoon super leuk. Kijk, we hebben hier al best wel een verzameling. Deze moeten we nog even los inpakken met dit papier. Maar getting there. Yes. Voor 15 december hebben wij hier een hele leuke opdracht. We hebben namelijk een super leuk uitsteekvormpje en daarbij een heerlijk recept voor gingerbread. Nou, we hebben hier een toffe unicorn, maar je kan natuurlijk ook een kerstboompje of andere kerstgerelateerde uitsteekvormpjes gebruiken. Mocht je niet zo heel erg van gingerbread houden, dan kan je natuurlijk ook het recept weer veranderen. Maar het is in ieder geval leuk om op deze dag lekker aan de slag te gaan in de keuken en wat lekkers te maken. Dan hebben wij voor 16 december een leuke boekenlegger. En uiteraard ook weer een opdracht erbij. Dus dat je eventjes de tijd moet nemen om in ieder geval 30 minuten, maar het mag ook een uurtje, een boek te lezen. En dat kan gewoon je favoriete boek zijn. Voor 17 december hebben we hier een heerlijk gezichtsmasker. En als opdracht is het natuurlijk hier om het masker op te doen en vooral eventjes de tijd te nemen en eventjes te ontspannen, ogen dicht. Op 18 december is het tijd voor een opdracht, dus geen product. En dit is de bewustzijnsopdracht. En ja, daarop staan een aantal dingen beschreven die je moet doen om weer eventjes bewust te worden van waar je staat in het leven, wat er allemaal om je heen gebeurt. Het is meer een mentaal dingetje die we heel belangrijk vinden. Voor 19 december hebben wij deze fijne waistbag. Het is vandaag de opdracht om even lekker die hartslag te verhogen en dat mag je zelf bepalen hoe je dat doet door te gaan wandelen, rennen, hardlopen, joggen, wat jij maar wilt. Als je maar minstens een half uur de deur uitgaat en eventjes een klein beetje beweegt. Nou, voor 20 december hebben wij een aantal lakjes, maar ook een vijltje. Zodat je echt even jezelf een manicure kunt geven. En als je er zin in hebt, kun je zelfs even losgaan met de nail art. Wie doet dat nog? Ja, je nagels weer mooi maken en daar lekker de tijd voor nemen. Voor 21 december hebben wij hier een lekkere bakmix. En de opdracht om gewoon lekker de tijd te nemen om te bakken. Maar wel om geen stress te hebben. Dus vandaar, bakmix is lekker even makkelijk. Vooral voor mensen zoals ik in de keuken gaat het soms nog wel eens een beetje stressvol zijn. Nou, Larissa zei het net al een beetje. We komen nu dichter bij de kerst. Dus het is een beetje een stressvol periode. Dus we dachten, we hebben een lekkere body lotion met daarbij de opdracht om jezelf even een massage te geven. Voor minstens 30 minuten tot een uur. Van onder tot boven. Dus je begint met een voetenmassage, dan een kuitmassage, buikmassage, armmassage. Gewoon echt even jezelf masseren. Zoals nummer 22. Voor 23 december hebben we lekker een potje badzout. We weten dat het straks een hele drukke tijd is. Maar het is echt heel erg belangrijk om toch nog eventjes dat moment voor jezelf te nemen. Als laatste opdracht van deze adventskalender hebben we in ieder geval een cadeautje ook nog. En dat is een mooi kaarsje. Met daarbij de opdracht om eventjes 30 minuten tot jezelf te komen. Te reflecteren hoe je voelt. Waar je dankbaar om bent. Dat is heel erg belangrijk om te doen. En daarna is het alweer kerst. Yay! Dus we hebben hier al onze spulletjes klaar. Dus nu is het tijd om de adventskalender ook nog daadwerkelijk in elkaar te zetten. Nou, adventskalenders zijn er in verschillende soorten en maten. Je kan bijvoorbeeld deze pakjes in een leuke mand stoppen en dat je gewoon lekker elke dag er eentje uit kan pakken. Je kan ze aan een stok hangen bijvoorbeeld of zo'n mooie rustieke tak van buiten. Wij hebben ervoor gekozen om het net ietsje anders te doen en dan zitten we een beetje ertussenin. We hebben hier namelijk deze hele mooie houten krat en we gaan een combinatie doen van een paar cadeautjes hier neerzetten. Degene die wat zwaarder zijn en dan gaan we ook hier wat cadeautjes binnenin aanhangen en dan hangt het hier gewoon lekker. Speels en gezellig. Ja, want het is nu natuurlijk wel de kunst om een beetje de cijfers zo door elkaar te doen. Zodat je echt een beetje moet zoeken. En dan kan je natuurlijk een beetje spelen met verschillende hoogtes. Zodat het echt heel erg speels en fun uitziet. Zo, we hebben de kist met de cadeautjes eventjes naar dit hoekje verplaatst. Want we vinden het wel heel erg mooi staan op deze plek met die pluimen ook. En met de open haard. Lekker kerstig. Tara is nu een beetje nog in gevecht met haar fairy lights. Maar ik denk dat die het echt wel helemaal gaan afmaken. Dan zie je heel mooi die lichtjes hier zo doorheen.
dus achter ons te shinen. Wij vinden hem wel echt heel erg leuk geworden. Maar nogmaals, je kunt hem zelf helemaal inrichten en maken op de manier die jij wilt. En in de beschrijving hebben wij uitgeschreven wat wij per dag dus qua cadeautjes in hebben zitten. En ook de opdrachtjes. Dus mocht je deze helemaal willen kopiëren, dat mag. Maar wil je hem aanpassen naar iets wat meer je eigen smaak is, zeg ja, maar. Ja, dan kan dat ook zeker. Nou, we zijn ook heel erg benieuwd naar wat jouw me-time is. Laat eventjes weten wat jij doet om te ontspannen thuis. Ja, of er nog dingetjes bij zitten die wij niet hebben genoemd, maar die jij wel heel erg belangrijk vindt. En wat je ook van deze adventskalender natuurlijk vindt. Laat eventjes weten in de comments. Vergeet natuurlijk niet om een duimpje omhoog te doen. En je natuurlijk te abonneren op ons YouTube-kanaal. Zouden we super gezellig vinden. Dan bedanken wij je heel erg voor het kijken naar deze video. En dan zien we je snel weer in de volgende. Doei! Doei, doei.